Besturende leden van de voetbalvereniging Nunspeet zijn verdrietig vanwege het overlijden op 28 maart van ons oudste lid en lid van verdiensten, Willem Brummel, op de hoge leeftijd van 100 jaar. Willem is sinds 1955 lid van onze vereniging en heeft diverse functies vervuld, zoals verzorger, bestuurslid algemene zaken, leider tweede elftal en jarenlang bij de onderhoudsgroep en de voormalige Galbo's. Hiervoor is hij benoemd tot lid van verdiensten. Willem, rust in vrede. De laatste jaren was het bijna niet meer mogelijk de thuiswedstrijden van Nunspeet te bezoeken, maar je was een fanatieke en trouwe supporter met een echt blauw-geel hart. Wij wensen zijn vrouw Aartje, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte en kracht toe. Als tweede willen wij hier noemen Gerwin Kuiper. Vorige week zaterdag 6 april, kort na het genieten van de thuiswedstrijd van zijn zoontje, spelend in jeugd onder 10, het derde elftal, is hier geheel onverwachts overleden op de leeftijd van 47 jaar. Gerwin was een betrokken vader van het team en was een van de sponsoren van het vorige week gehouden VV Nunspeet schoolvoetbaltoernooi. De verslagenheid was groot op het sportpark. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie ontzettend veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit plotselinge verlies. Dan vraag ik u nu om 1 minuut stilte te houden. Thank you.